Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar een aantal schadelijke stoffen en hun negatieve effecten op het milieu. We gaan vier effecten bekijken: versterking van het broeikaseffect, verzuring van het milieu, aantasting van de ozonlaag en smog. We beginnen met de eerste: de zon die beschijnt de aarde en het aardoppervlak warmt daardoor op, dus de atmosfeer nog niet. Dan gaan voorwerpen die warm zijn, die stralen infrarode straling uit. En als de aarde geen atmosfeer zou hebben, dan zou die infrarode straling zo de ruimte weer ingaan en dan zou het hier op aarde heel koud zijn, dan zou je misschien niet eens kunnen leven. Nou, gelukkig hebben we een atmosfeer en in die atmosfeer daar zitten gassen die die infrarode straling absorberen waardoor ook de omgeving, dus de atmosfeer, opgewarmd wordt en waardoor het aangenaam warm is. Dus dat broeikaseffect is eigenlijk helemaal niet slecht, want anders zou het hier heel erg koud zijn. Nou, een van die gassen die dat kan doen is koolstofdioxide. En, en daar heb je vast wel eens van gehoord. En dat ontstaat ook bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Waardoor er dus meer van die uh, broeikasgassen in de atmosfeer komen. En waardoor dat broeikaseffect, wat eigenlijk niet zo erg is, wordt versterkt. En het versterken is dus wel een probleem. Dus als je een vraag krijgt over een broeikaseffect dan moet je niet alleen het woord broeikaseffect gebruiken... maar versterking van het broeikaseffect. Nou, die koolstofdioxide dat neemt dus toe en dat geeft allerlei problemen. Hè? Poolkappen beginnen te smelten, gletsjes smelten en het warmt op. Dus sommige planten en dieren die kunnen niet zo goed tegen die opwarming... en verdroging hebben we ook steeds vaker mee te maken. Nou, er zijn nog meer gassen die dat kunnen, bijvoorbeeld ook methaan en water. Nou, waterdamp, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dat zit nou eenmaal in onze atmosfeer. Maar methaan... Dat ontstaat bij rottingsprocessen en bij veeteelt. En hoewel, methaan, hoewel we daar veel minder van uitstoten, is methaan een stofje dat ongeveer 20 keer zo goed is in het opnemen van die uh, infrarode straling dan koolstofdioxide. Dus we stoten er minder van uit, maar het is wel een veel sterker broeikasgas. Oké, okay, gaan we kijken naar verzuring van het milieu. Hier zie je een plaatje van een bos dat flink last heeft gehad van verzuring. Um, fossiele brandstoffen die bevatten uh, uh, zwavelatomen. En als je dat verbrandt dan krijg je dus zwaveldioxide. En zwafeldioxide wordt in de atmosfeer omgezet tot H2SO4, oftewel zwavelzuur. En dat zorgt dus voor zure regen. Dan moet je niet denken dat die regen zo zuur is dat je niet meer buiten kunt lopen. Maar planten zijn, uh, zijn daar heel gevoelig voor. En deze bomen die hebben al hun blad laten vallen. Dit was in de jaren 70, toen steeds meer mensen auto's gingen rijden, echt een probleem aan het worden, in de jaren 80 en 90. En toen heeft men op een gegeven moment gezegd, dit kan zo niet langer. Dus tegenwoordig worden de fossiele brandstoffen ontzwaveld voordat ze gebruikt worden voor verbranding. Dus die zwavelatomen worden uitgehaald, dus dit probleem hebben we aardig getekeld. Er is nog een tweede uh, probleem, en dat is uh, stikstofoxides, NOx. En uh, ja, fossiele brandstoffen bevatten helemaal niet zo heel veel stikstofatomen. Waar komen die NOx dan vandaan? Nou, we gebruiken lucht om aan de zuurstof voor die verbranding te komen. En dus ook stikstof, hè, want 80%, 79% van de lucht bevat stikstof. En nou is stikstof helemaal niet zo heel brandbaar, maar zeker bij hoge temperaturen en druk, zoals bijvoorbeeld in de verbrandingsmotor van een auto, dan wordt dit omgezet tot stikstofmonoxide en stikstofdioxide dus. NO en NO2. en Dat vatten we samen als NOX. Nou, dat ontstaat dus bij verbrandingen in auto's. En ook in de chemische industrie uh, uh, ontstaat NOX. En, uh, dat wordt in de natuur omgezet tot salpeterzuur. En dat salpeterzuur zorgt ook weer voor verzuring van dat milieu. Nou, tot slot is er nog een derde stofje ammoniak, dat verzuurt ook. En dat is eigenlijk een beetje gek, want ammoniak is een bazen. Eigenlijk het tegenovergestelde van een, van een zuur. Maar bacteriën in de bodem die zetten ammoniak om tot eh, ook salpeterzuur. En dat zorgt dus ook voor die verzuring. Nou, stikstofoxiden die ontstaan vooral bij eh, verbrandingen, hè, verkeer en industrie. Ammoniak ontstaat bij veeteelt. En dat zorgt dus voor verzuring van het milieu. Nou, Die NOx, daar hebben we al wat aan kunnen doen, want de meeste auto's die zijn tegenwoordig uitgerust met een uh, katalysator. En die katalysator die zet dat stikstofoxide weer om in stikstof en zuurstof, N2 en O2. Dus uh, een deel hebben we al ondervangen en we mogen op de snelwegen nog maar 100 rijden. Dat is ook uh, de, uh, om ervoor te zorgen dat er minder NOx wordt uitgestoten. Nou, deze twee stoffen uh, worden dus bedoeld als we het hebben over het stikstofprobleem. En uh, dan hebben we het dus niet over stikstof N2, want dat zit in de lucht. Dan gaat het natuurlijk om die stikstofhoudende stofjes. Oké, okay, gaan we naar het volgende probleem. Deze meneer, dat is een Nederlander, die heet Paul Krutzen. En Paul Krutzen deed onderzoek naar de ozonlaag. En dat uh, heeft hij heel goed gedaan. Daar heeft hij een Nobelprijs voor gewonnen. En die ozonlaag die zit overal op hoge, uh, grote hoogtes in de atmosfeer. En dat bevat ozon, O3. En O3 is heel goed in het absorberen van... Ultraviolette straling (UV) en UV is een klein beetje UV is wel lekker als je gaat bakken in de zon, maar te veel UV is niet goed voor je huid. Kun je huidkanker van krijgen. Dus het is maar goed dat er heel veel ozon op grote hoogte wat van die UV straling absorbeert. Nou, nou heeft hij ontdekt dat CFKs in staat zijn om die ozon af te breken en zeker rondom de zuidpool heeft dat geleid tot een zogenaamd gat in de ozonlaag. Nou, daar zit dus niet een gat in de lucht, maar op die plek is, er zit, is de concentratie O3 in de atmosfeer een heel stuk minder. Nou, die CFKs, dat staat voor chlorfluorkoolwaterstoffen. En dit is een voorbeeld. En uh, die chloorfluormethaan. En uh, deze stof die werd onder andere gebruikt in koelkasten als koelmiddel en in airco's. En men had onderzoek gedaan of dit stofje schadelijk is. En het reageerde eigenlijk bijna nergens mee. Dus men had niet echt uh, verwacht dat het een probleem zou opleveren. Ze waren alleen die ozon op grote hoogte in de atmosfeer vergeten. En die CFK's die breken dat dus af. Nou, tegenwoordig worden die stoffen niet meer gebruikt in uh, koelkasten. Uh, want die raakte, werden op de vuilnisbelt gelegd. Die gingen kapot roesten en het CFK kwam gewoon vrij. Nou, deze stoffen worden niet meer gebruikt of, st of steeds minder. En daardoor is dit probleem al een stuk minder geworden. Nou, tot slot de smog. Smog is een woord dat is een samentrekking van smoke en fog, oftewel rook en nevel, dus vaste deeltjes met druppeltjes. Je ziet hier een foto, of eigenlijk twee foto's, van op dezelfde plek genomen in Peking, hè, stad in China. En uh, aan de rechterkant zie je dat er op die dag heel erg last was van smog. En die smog is ontstaan door onder andere fijnstof. Dan moet je denken aan roet, hele kleine koolstofdeeltjes die zweven in de lucht. Dan heb je dus smog, en daar gaan de uh, druppeltjes water op condenseren. Dan heb je nevel, oftewel fog. En smog en fog dat wordt dus samen smog. En er zijn meer stofjes die dat kunnen doen. Ook onverbrande koolwaterstoffen, die ontstaan uit, uh, bij verbranding in auto's, uh, de, ook dat zorgt voor die smog. En um, ook zwaveldioxide en stikstofoxide, hè, die hadden we net ook al even gezien bij verzuring, die zorgen ook voor smog. En die NOx die reageert in de lucht met zuurstof en dan krijg je weer ozon. En die ozon zorgt ook voor uh, dat je... Um, uh, uh, smok krijgt. In nou, die linkerfoto had het die dag lekker geregend en dan uh, wast die regen de lucht schoon. Uh, mensen met astma zijn dan heel blij, want die kunnen dan opgelucht ademhalen. Oké, okay, tot zover deze problemen uh, voor het milieu. Wil je nou oefenen? Kijk op chemia.nl, daar hebben we voor verschillende methodes oefenmateriaal en YouTube-filmpjes en oude examens ook uitgewerkt in videolessen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl